Kijk, in de tijd dat ik daar zat, was Afghanistan was nog in opbouw. In die tijd zaten er zoveel geheime diensten, internationaal, maar ook criminelen, bendes, alles op en aan. Dat ging allemaal door elkaar heen. Je kon er geen sticker op plakken. En in die tijd waren wij als, ook als Nederland daar actief in een geheime operatie. En daar, ik reed op een gegeven moment in mijn gestolen auto. En dan word je eruit gepikt op een rotonde. En ja, toen ben ik meegenomen. Bij de politie ben je gewoon gevangen gezet? Ja, en toen hebben ze me daar, ik vind het heel moeilijk om daarover te praten. Nee, daarom ben ik ook hier. Ja, wat vind je het moeilijkste als je het erover hebt? Nou, met name wat er met mij gebeurd is. Hebben ze jou gemarteld? Nou, martel is een zwaar woord en dat zeg je al snel. Kijk, martel is echt als je je nagels uittrekt en waterboarden en zo. Maar ik ben wel geschopt en geslagen en daarna ben ik echt... Misbruikt. Ja. Ik kan dat woord nog steeds niet zeggen. Dat vind ik heel lastig. Dat is nog steeds dat egootje in mij dat nog steeds niet wil toegeven. Dat met mij gebeurd is. En daar ben ik steeds verder in. Ik ga daar steeds makkelijker mee om. Maar wat ik mezelf nog erg kwalijk neem is dat ik niet meer weerstand heb geboden. Ik kon ook niet, want ik lag vast van alle kanten, vastgebonden. Ik kon niet, maar toch. Dat jongen had gewoon iets harder geknokt, dan was het niet gebeurd, denk ik dan. Ja, en dan de grootste dilemma wat ik toen had voor mezelf. Ga ik dit vertellen? Ga ik zeggen wat er is gebeurd? Deze missie was zo... Die wilden wij als korps commandotroepen wilden wij zo graag en zo lang al hebben. Nu hadden we hem. Alle netwerken die we al hadden opgebouwd, de laatste jaren, alles brand. Ik denk, als ik dit nu vertel, dan wordt alles opgeblazen. Maar je bedoelt om het in de pers dan te vertellen of zo? Ja, dan komt dat in de pers geheim. In Nederland hou je niks geheim. Maar dit zijn missies die moeten niet naar buiten. En dat is wat mij nog steeds wringt. Ik heb dit verhaal nooit naar buiten willen brengen. Het is door anderen naar buiten gebracht. En mijn verhaal in de krant en in het boek... dat is een vlucht naar voren geweest van mijzelf. Om mezelf te beschermen tegen het feit dat je... Na zo'n lange trouwe dienst wordt weggezet als fantast en leugenaar. En dat trok ik gewoon niet. Dat trok ik echt niet. En in de zekere zin voelde ik me echt wel verraden, ja. En had je dan niet achteraf maar ik ga die politieagenten die onheuse dingen met jou deden, dat je zegt van ik ga terug en ik ga ze pakken? Ik heb zelf gedacht, ik ga het wel oplossen. Alleen ja, dat is uitgelopen op een schietpartij, een hij of ik verhaal. Ja, en dat heb ik gewonnen. En ik weet, iedereen vindt daar iets van. En als ik daar diep over nadenk nu, met de wetenschap wat ik nu heb. En toen denk ik, ja, misschien had ik wel mensen moeten informeren. Maar ik heb het niet gedaan. De uitkomst van dat hele verhaal, dat ik die persoon uiteindelijk heb uitgeschakeld. Dat heeft me, en dat, niet dat dat de bedoeling was, maar het heeft me wel rust gebracht. Genoegdoening. En dat mag niet, want dat zint een wraak. En wraak is niet goed. Maar het is gelopen zoals het is gelopen. En daarom dacht ik van, dit kan ik onder de pet houden, ga ik doen. En ooit ga ik dit vertellen, maar ik moet eerst de missie redden.